De pilot met de stadshopper in de binnenstad van Nijmegen wordt verlengd. Nog zeker tot 1 juli zullen de elektrische busjes iedere 10 minuten de haltes aandoen om per keer maximaal 4 passagiers binnen het centrum te vervoeren. De animo is met 30 mensen per dag nog niet heel groot, maar de gemeente heeft goede hoop en ziet de bekendheid al toenemen. Ook wij rijden een rondje mee. Elke dag stappen er nog mensen in die zeggen, nou, ik zie jullie zo vaak rijden en nou ga ik een keer mee. En iedereen die instapt en die meerijdt, die wordt enthousiast. Meestal zien we die ook terug. We hadden in het begin echt heel weinig mensen. Dan was je al blij als je 5 mensen op een dag had. Omdat het nog bekend moest worden. Maar op het moment hebben we gemiddeld zo... per busje zo'n 30 mensen per dag, zeker wel. Nu er steeds meer mensen gebruik maken van de stadshopper, heeft de gemeente Nijmegen besloten om de proef te verlengen. Wij willen graag kijken, nu we hem ook wat meer in de warme maanden verlengen, of er meer mensen gebruik van gaan maken. We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd in de winter, waarvan we nu benieuwd zijn of hij daardoor meer mensen trekt. Dus de route is net wat korter geworden, waardoor je minder lang hoeft te wachten. En dat zijn eigenlijk 2 belangrijke redenen waarom we willen verlengen. 1 april, we hebben dus een verlenging, hè, want het zou maar een halfjaartje zijn. Maar aangezien er natuurlijk toch wel steeds meer mensen gebruik van maken. En de gemeente heeft de gemeente toch nog gedacht van we maken nog 3 maanden erbij. Station, plein 44, Grote Markt. Dat zijn echt de meest gebruikte haltes. En de minst gebruikte is die bij de Albert Heijn, bij het oude postkantoor. De stadshopper rijdt de komende maanden nog in het centrum van de stad. De proef duurt nog tot 1 juli. Nou, de proef eindigt dus zometeen op 1 juli. En wij gaan dan evalueren of het een goede aanvulling zou kunnen zijn. En dan komt hij dus niet meteen terug. Maar als we dat later willen, dan gaan we dat ook in de afspraken die we met het openbaar vervoer maken, gaan we dat erbij betrekken.